Ergens in Nederland, waar goede buren nog goede vrienden zijn, wonen Dolf Hoeksteen en Arie Groenstrook naast elkaar. Hun vrouwen en kinderen zijn met vakantie op Ameland. En dus trachten Dolf en Arie intussen, zo goed en zo kwaad als het gaat, milieuvriendelijk huis te houden. Teliak presenteert Michiel Romeijn en John Buisman als Hoeksteen en Groenstrook. Onder regie van Theo uit den Boogaard. Zwaar ook, mijn kindje. Waar sta je dan? En daar ben je dan. Schitterend. God zie mij. 8 pond schoon aan de haak. Helemaal gek geworden, man. Hoezo? Die verspilling van energie. Ja. Ja, ja. Milieuterrorist. Hoezo? Ik bedoel, de helft van de buurt zit zonder stroom als jij aan het koken bent. Ja. Hé, heb je nog wat piepschuim nodig, Arie, in die doos? Hé, zullen we beginnen? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, hallo. Zullen we dan eerst even de spelregels doornemen? Ja, dat is goed. Het is misschien ook wel handig als we even afspreken wat we gaan koken, ja? Goed. Wacht even. Spelregel 1. Die pitten zijn voor jou, daar kunnen jouw pannen op. Ja. Jij mag alleen messen gebruiken van voor de oorlog zonder hulpstukken. Ja. En spelregel 2, jij gebruikt alleen die rare elektronische apparatuur, dus geen gebruik van messen en of vorken. Dus goed. Als ik win, dan kook jij tot de vrouwtjes terug zijn van de camping. Wat? De hele 4 weken? Ja. En mocht ik verliezen, dan kook jij. Nou, dat klinkt redelijk. Lijkt me ook. Laten we iets gaan snijden met groenten. Ja, nee, hallo, wacht eens even, maat. Jij staat de boel behoorlijk te flessen, weet je dat? Hoezo? We zouden toch gaan snijden? Nee, over wie verliest of wint. De verliezer die kookt. Afgesproken? Dat zeg ik toch, man. Oké, dan beginnen we met een bouffe de bourguignon, Arie. Nee, natuurlijk niet. Hoezo? Daar zit vlees in. Oh, mag dat opeens niet? Nee, dan zal ik je eens 1 voorbeeldje geven, Dolf. Oh. Wist jij dat een Amerikaan 150 kilo graan per jaar nodig heeft om te overleven? Dat wist je niet. Nee. Nee, en dan weet je waarschijnlijk ook niet dat ze voor diezelfde Amerikaan 1000 kilo graan er doorheen jassen. Enkel en alleen maar om hem aan zijn hamburger en zijn T-bone steak te helpen. Oh, ja. Dat wist je dus niet? Nee, dat wist ik niet. Nee. Dat valt me van je tegen. Nou, dat kan best. Dan beginnen we met een, stel ik voor, een gebonden groentesoepje, een stukje pittige quiche. Of groentetaart, of een boerenomelet. Of is een ei ook een graanverslindend product? Weet je wat wij doen, Dolf? We maken dit. Wat? Kijk eens, ratatouille. Lijkt me leuk, wat ja, is dat? Dat maakt vrouwtje ook altijd alsof we op vakantie leuk, zijn. Ja. Even kijken hoor, aubergines, tomaten, dat hebben we. Paprika's, courgettes, uien, knoflook. En dan krijgen we oregano, tijm en basilicum. En wat dacht je van een...
Een paar Spaanse worstjes erbij. Spaanse worstjes ben je helemaal van God los. Hoezo? Wist jij dat een Spanjool per jaar... Hoeksteen. Hé, hey, dag schat. Ja, hoe is het? Ja? Ja, we gaan koken, samen. Ja? Ratatouille. Ja, ratatouille. Spaanse worstjes, Hermien. Hermien, wist jij dat een gemiddelde Spanjaard 150 kilogram hamburgers moet eten om 1000 kilogram te komen? Ja! Hoezo, dat breekt mijn klomp. Ja. Ja, een kookwedstrijd. Met z'n tweeën. Ja, ik mag alle elektrische apparaten gebruiken. En hij moet, Arie moet ook met de hand doen. Hoezo kinderachtig. De 700 meter. Ja, dat doe je voor heren. Oké, ik ben. Wacht even, ik heb de kortere beentjes, dus ik mag op de kortere plek. Ja, nee, de korte bocht, ja. Ja, maar ik ben gast aan tafel. Oké. Okay. Nou, goed, oké. Okay. Beginnen, 1, ja, 2, 3. Zo, die heb ik in ieder geval niet nodig. Oh, die gebruik je niet? Nee, we mochten van meneer Arie geen fijne vleeswaren gebruiken, dus ik zet hem maar in de kast. Hè. Goed zo. Nou, die is weg, Arie Pari. Hé, hey, ik ben er helemaal klaar voor. Ik weet niet hoe het met jou zit. Even ja, kijken of start hem maar. Tijdmechanisme werkt. Oké, 1, 2, 3. Aan, hè? Nou, hier. Joppopopopom. Ga erom even een dekseltje. Joppopopopom. Jop. Joppopopopom. Vlees, hè, Arie? Zeg, Arie, ik zou zeggen nog even een stukje klunen en dan bij Bart Liem even omdraaien en gewoon doorschaatsen. Ik zat al vast even. Heb jij die gasaansteker gezien? Die elektrische gasaansteker? Oh, man. Aansteker? Ja. Nee, niet aansteker. Wat doe je, man? Wat doe je nou met die aansteker? Dat was zo'n klein ditje. Ah, wat doe je nou, man? Ah, wat doe je nou? Ah, wat doe je nou, kerel? Domme man, dat weet ik niet. Wat? Dat zijn je stoppen die zijn doorgeslagen. Ja, dat begrijp ik ook wel. Die machines die slurpen, stel man. Ja, dan gaan ze nog die machines liggen. Rustig blijven staan. Ik weet niet de weg. Harry, ah. Rustig aan, nee, rustig aan. Rustig aan. Rustig blijven staan. Ik weet waar de stoppen. Arie? Dolf? Zie ik nou echt wat ik niet zou willen zien, dat jij mijn groenten staat te pikken, Arie? Vuil, vies, vuil, onderkruipelig, vies, vies mannetje. Sta je nou echt met die onbespoten tengeltjes van mijn kostbare netgesneden groenten te jatten? Zie je het dan met je eigen bakjes te doen, Arie? Ach, miserig mannetje.
Je kan inderdaad dingen beter met een mes doen, Ari. Dan met een keukenmachientje, Ari. Daar krijg ik spijt van. Wat zegt hij? Niet doen, Olof, daar krijg je spijt van. Daar krijg ik spijt van, Ari. Eet, Ari. Oké, we beginnen helemaal opnieuw, Ari. Oh ja, dat was de afspraak, Ari. We hadden afgesproken zonder hulpstukken, Ari. Ah. Hey, niet doen, joh, eikel. Wat? Dat is de biobak. Die batterijen die moeten bij het KCA. Wacht eens even, Ari. Ik zei toch, we beginnen helemaal opnieuw, Ari. Nee, geen voedsel weg. Laat maar door. Stop, Ari. Jij hebt gewonnen. Oh. Jij hebt gewonnen. Oké. Okay. Ik heb gewonnen. Dus. Ik ga koken. Tot de vrouwtjes terug zijn van de camping. Goed zo, dat zijn afspraken, Ari. Ja, dat heb ik wel over voor het milieu. En zo bespaar ik ook nog heel wat energie. En ik ook, Ari. Verkeerd, hè? Ari. Wat doe je? Hoe? Keukenprint. Zeg, Ari. Wat is dat? Klein chemisch afvaldepot eigenlijk. Ik hoop echt niet te denken dat je leuk bent, Dolf. Ik weet heus al dat jij die batterijen hebt verstopt. Ik die batterijen verstopt, man? Ja. Hoe kom je nou bij dat ik die batterijen heb verstopt, man? Ja, haal die katholieke grijns dan maar voor je kop. Ik weet heus al dat jij die batterijen hebt verstopt. Je hebt die batterijen meegekookt, idioot! We zijn vergiftigd! We zijn vergiftigd! Kijk nou, joh, Dolf. We zijn nog helemaal heel, man. Een dokter! Een dokter! Lucht! Joh, Dolf, stel je niet aan. Kijk eens, hey! Het zijn geen oplaadbare batterijen, joh. Die zijn helemaal niet zo giftig.